Na het examen voelde ik me opgeruimd. Na het examen voelde ik me opgeruimd. Mijn kamer is eindelijk opgeruimd. Mijn kamer is eindelijk opgeruimd. De koffie is te bitter zonder suiker. De koffie is te bitter zonder suiker. Na al die jaren is er bitter weinig veranderd in het dorp. Na al die jaren is er bitter weinig veranderd in het dorp. Hij moet vaak naar het toilet vanwege een gevoelige blaas. Hij moet vaak naar het toilet vanwege een gevoelige blaas. Tijdens het kouwen van kougom maakte ze een grote blaas. Tijdens het kouwen van kougom maakte ze een grote blaas. Tijdens het familieuitje maakte hij een paar leuke kiekjes van de kinderen die in het park speelden. Tijdens het familieuitje maakte hij een paar leuke kiekjes van de kinderen die in het park speelden. Nadat ik het spel had gewonnen, keek ik hem iets te triomfantelijk aan. Nadat ik het spel had gewonnen, keek ik hem iets te triomfantelijk aan. De economie groeit snel. Anders gezegd, er zijn meer banen en hogere lonen voor iedereen. De economie groeit snel. Anders gezegd, er zijn meer banen en hogere lonen voor iedereen. In dat bedrijf werken de medewerkers per jaar, omgerekend, 20 uur meer dan in vergelijkbare bedrijven. In dat bedrijf werken de medewerkers per jaar omgerekend 20 uur meer dan in vergelijkbare bedrijven. Met de recente klimaatveranderingen lijkt het mij een goed moment om de noodklok te luiden over onze milieubeleid. Met de recente klimaatveranderingen lijkt het mij een goed moment om de noodklok te luiden over onze milieubeleid. Kinderen ontwikkelen hun creativiteit door met blokken te spelen. Kinderen ontwikkelen hun creativiteit door met blokken te spelen. Kijk ze nou zitten de hele dag voor de tv. Kijk ze nou zitten de hele dag voor de tv. Tijdens de inzamelingsactie hebben de mensen gul gegeven om de slachtoffers van de ramp te helpen. Tijdens de inzamelingsactie hebben de mensen gul gegeven om de slachtoffers van de ramp te helpen. Tijdens het familiefeest ontmoette ik mijn aangetrouwde neef voor het eerst. Tijdens het familiefeest ontmoette ik mijn aangetrouwde neef voor het eerst.